En de milieuraamwet biedt de ruimte om sancties op te leggen aan degenen die het niet nauw nemen met het milieu. Er kunnen geldboetes worden opgelegd of de schuldigen kunnen gestraft worden. Dit zegt minister Silvano Tsonahing van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Volgens hem is er in de raamwet opgenomen dat een milieuautoriteit in het leven wordt geroepen en dat de milieuinspecteurs bevoegdheden krijgen om schuldigen te vervolgen. Er komt wel een sterke arm, om het zo te zeggen, om alle regels die geslagen worden, om er ook kracht achter te zetten en ervoor te zorgen dat de mensen die het niet zo nauw nemen met het milieu, dat er ook sancties volgen, het zij in de vorm van boetes of straffen. Verder vindt minister Tsonahing dat het milieubeleid dichter bij de gewone man gebracht moet worden. Volgens hem zal een efficiënt milieubeleid kans van slagen hebben wanneer de man van de straat meegenomen wordt in het geheel. Los van meer bewustwordingscampagnes zullen er ook meer maatregelen getroffen worden om de burgerij in te lichten over diverse schadelijke stoffen die er in Suriname voorkomen. En we willen de burgerij bekendmaken met die zaken en voorlichten en zeg maar een beetje opvoeden, zodat ook de man van de straat de zaken gaat herkennen. Maar ook hele simpele dingen als het schoonmaken van je omgeving, het gebruik van plastic, zeg maar, als u in de stad loopt of bij onze trensen en de kreken, daar ziet u natuurlijk massa's vol plastic flessen, die in een heleboel landen, die petflessen, die in een heleboel landen niet meer in gebruik zijn.